Helaas ook dit jaar moeten mensen zich laten behandelen voor brandwonden. Zo ook vandaag in de brandwondenpolie in het Maanstadziekenhuis. Daar nu ook onze verslaggever Jacco van Giessen. Jacco, helaas veel drukte of valt het mee? Nou, aan wie ik dat het beste kan vragen is Kees van der Vlies, traumachirurg hier in het brandwondencentrum Rotterdam. U heeft vandaag gewerkt, u heeft ze vandaag binnen zien komen. Ze komen uit de hele zuidelijke provincies van Nederland. Hè. Was het druk? Ja, het klopt inderdaad. Niet alleen vandaag zijn ze binnengekomen, maar gisteren was natuurlijk nieuwjaar, oudjaarsnacht. Dus oudjaarsnacht zijn er al veel patiënten uit heel de regio binnengekomen. Met ernstige brandwonden. Die gaan voor? Die gaan voor, dus die worden direct opgenomen in het Maastad ziekenhuis op ons brandwondencentrum. En vandaag zijn er ook veel patiënten vanuit de regio doorgestuurd die allereerst daar behandeld zijn, maar voor meer advies en betere behandeling naar ons toe komen. Ja, en wat zijn dat dan voor gevallen wat u dan tegenkomt hier? Nou, de acute patiënten zijn de grote brandwonden. Dus met bijvoorbeeld ontploffingen van vuurpijlen in het gelaat, waarbij dan rook ingeademd wordt, brandwonden in het gelaat. Dus die moeten dan opgenomen worden op de IC. Maar ook een jongen met karbietschieten is opgenomen. En, die stond er te dichtbij? Ja, die ging kijken of het vonken of die deed. Dus die ontplofte in zijn gezicht. Wow. En ook drie patiënten die zijn opgenomen, dat waren omstanders. Dus die hebben het niet zelf afgestoken. Maar die zijn dus door een vuurpijl en door een vuurwerkbom zijn ze ernstig verminkt, kan ik wel zeggen. Door ernstige brandwonden opgelopen te hebben. Dat zijn de ernstige gevallen. En vandaag was het de minder ernstige gevallen. Ja, de eerste die worden direct doorgestuurd, maar er zijn natuurlijk de algemene ziekenhuizen behandelen ook patiënten met brandwonden. Dus de minder ernstige gevallen, maar heel vaak wordt er dan met ons overlegd. Met Maastad ziekenhuis, brandwondencentrum, is toch een verwijscentrum en dan kijken wij vaak nog een keer mee. Ja, en wat is uw indruk van dit jaar als u het bijvoorbeeld vergelijkt met vorig jaar? Is het dan drukker of minder druk, ernstig of minder ernstig? Nou, vorig jaar was het ook al druk, zagen we ook veel opnames ten opzichte van de voorgaande jaren. En dit jaar is het eigenlijk nog iets drukker, nog meer patiënten die opgenomen zijn bij ons. Ja. Dus er lijkt dat is natuurlijk moeilijk te zeggen over 2 jaar, maar wel toename van de ernst van de slachtoffers. Ja. En elk jaar gaat weer die discussie van moet dat consumentenvuurwerk nou eindelijk eens verboden worden of hechten we toch aan die toch hele oude traditie. En hoe staat u daar zelf in? Nou, mijn persoonlijke mening geef ik dan. Ik geef geen mening van ons ziekenhuis. Maar dat is denk ik dat het goed zou zijn als het gecentraliseerd zou worden. Omdat je dan na verwachting, dan kan je natuurlijk niet helemaal inschatten of het gebeurt, minder ernstige letsels zal krijgen. Maar dat is moeilijk inschatten, denk ik. Ja, dus dat er gewoon op plaatsen, steden, dat er een groot vuurwerk wordt georganiseerd, zoals in Rotterdam of andere grote steden, dat je daar naartoe gaat. En ja, dan heb je zelf geen zin meer om zelf vuurwerk af te steken. Zo gaat het dan. Ja, ik begreep dat u er geweest bent, dus u kan er meer over zeggen. Maar dat zou een optie kunnen zijn. Maar dat is denk ik een politiek vraagstuk waar wij als dokters moeten wij patiënten behandelen. Nou ja, je kan ook zeggen van het is gewoon, het zijn explosieven en het is niet verantwoord voor mensen om met explosieven om te gaan. Gewoon vanuit een medisch oogpunt is dat gewoon heel onverstandig. Ja, vanuit medisch oogpunt is natuurlijk elke slachtoffer, zeker als je omstander bent, te veel. Dus in die zin zou ik daar wel voor zijn. Maar nogmaals, dat gaat verder dan alleen een medisch vraagstuk. Ja, precies. Nou, zit het er nu op met de oud en nieuw drukte of gaat het nog door? Ja, naar verwachting zullen we misschien het weekend nog wat patiënten doorverwezen krijgen, maar daarna ebt dat langzaam weg. Goed, dank u wel. En een gelukkig nieuwjaar nog. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Tot volgend jaar, denk ik. Ja, tot volgend jaar.